Goedemorgen. Weet je hoe laat het is? Wat doe jij hier? Wat is dit? Ik heb nog wat voor je. Gaan het zien hoor. Spijkdagje uit, pakken rugzak, warme kleding, toilettas, overnachting. Ik lees de brief en er staat in dat het de challenge van mijn leven is. Ik wil goed slapen. Degene die het langst overdoet, verliest deze challenge. De tijd gaat nu in. Nou, gelukkig ben ik goed voorbereid, dus ik stop hem weer. Want ik heb een tas klaar liggen voordat ik de challenge inga. Hier, dames, jullie gaan verliezen. Ik heb deze al gewonnen. Bitches. Let's go dan maar, hè. Hoi, hè. We gaan nu naar de Shell rijden. En we gaan kijken hoe snel Zara haar tas kan inpakken. Maar goed, hè, ik had mijn tas al klaar. Ik had dus een mooi feestje gisteravond. Ik ben eigenlijk heel eerlijk gezegd net thuis. Ik ben echt heel erg benieuwd wat we gaan doen. Ik ga nu deze aan Richella geven. En die ga ik niet zomaar geven natuurlijk. Ik ga het hele huis wakker maken. Even de boel terroriseren. Let's go. Hallo? Hallo, goedemorgen! Wie is dit? Doe de deur open, we zijn er! Oh, we zijn binnen. Om 8 uur gaat de bel al en dan staat Jane ineens in mijn huis. Dat was wel even een verrassing. Goedemorgen, meid! Hallo! Ik heb iets superleuks voor jou. Spijkdagje uit voor de challenge van je leven. Degene die er het langst over doet, verliest de challenge. En de tijd gaat nu in! Hoe kut. Wat stond er nou? Toilettas, een handdoek, deze, deo, lekker kremmetje. Kut, ik moet mijn bril vinden. Wacht, dit gaat er allemaal in. Mag je ook meerdere schoenen meenemen? Challenge van je leven, ach jezus. Oké, okay, dan ben ik er. Nou, 40 seconden. Nou, dat is fucking snel. High five. Ja. Dan roep ik ben klaar. En op dat moment denk ik, kut, ik ben helemaal nog niet klaar. Ik heb echt alleen maar nutteloze dingen in mijn tas gedaan. Oh, ik ben op zeker iets vergeten. Ik heb geen coltrui aan. Heb ik die in mijn tas gedaan? Ik ben mijn tandenborstel vergeten. Oh. Stond er nou ook een wc-rol? Nee toch? Heb ik de deur op slot gedaan? Oh, ik ga helemaal in de stress. Oh, het is veel te vroeg voor dit. Ik denk dat we gewoon gedropt worden. En dat we dan niet moeten vinden. We moeten ergens naartoe. Laurie de gekste! Ik ben heel benieuwd hoe zij de challenge gaat doen. Ik hoop dat ze echt fucking lang over de eerste challenge gaat doen. Ik hoop het ook. Ze heeft eigenlijk geen idee. Eerste slaapkamer. Goedemorgen. Ja, dat weet ik maar niet. Ze komen echt mijn huis binnengerend en ik ben helemaal overstuur. Ik zie een timer en ik zie een brief in iemands hand en mijn katten springen alle kanten op. Jongens, ga mijn huis uit. Maak deze maar even open. Hardop lezen. Oh. Pak je rugzak, warme kleren, toilettas, overnachting. Tijd gaat doen, Laurie. Kom, 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 kom. Rugtas, rugtas. Pak die spullen, warme kleren, handdoek. Heb ik een schone handdoek überhaupt? Ja, ik had hem ook over de verwarming, ik was nog nat. Het kan nooit erger worden dan mijn rugzak. En toiletspullen? Ja, een toilettas overnachting. Je tijd loopt hè, je ja, tijd loopt. Hoeveel tijd heb ik dan? Is dit een challenge? Dit is ja, een challenge! Ik was nu al klaar! Laurie snapt er natuurlijk weer geen kut van. Laurie, het gaat op tijd. Deo, zonnebril en een gemmershortje. Zonnebril? Ja maar go, wat is de ja, tijd loopt! Zeg dat je klaar dan. Bent! Ik ben klaar, stop de tijd. Het spullenpakken is één grote hysterie. Ik weet niet wat ik überhaupt nodig heb, dus wat pak je in? Waar liggen al mijn spullen? Mijn huis is een teringbende. Ik ben helemaal de weg kwijt. 1 minuut 3. Oh, ik wist niet dat dit al een challenge was. Ja, dat stond hier. Oh, ja, maar ik heb dit dus nu al verloren omdat ik er weer geen kut van snap. Ik ben net wakker. Maar zij had haar rugzak al ingepakt. Dat is dus oneerlijk. Dat vind ik ook. Ben maar je nu al aan het vals spelen? We zijn ja. Niet begonnen. Het is een serieus fucking gembershotje. Nou, ik dacht dat ik een kut rugzak had ingepakt, maar die... Oké, ik ben er helemaal klaar mee. Zullen we gaan? Ja. Nu lachen we ook nog, maar over een uur slachten we elkaar af. Hebben we ruzie, is iemand aan het kotsen aan het janken waarschijnlijk. Denken jullie dat we een of andere lijpe overnachting krijgen? Ja. Ja. Ik dacht dus, overnachting ja. En iets. Ja, sowieso. Goedemorgen! Ik hoor een auto aankomen en ik hoorde meiden giechelen. Dus ik dacht, nee, we gaan toch niet in mijn huis filmen? Mijn huis is een fucking rotzooi. Spike, daag je uit voor de challenge van je leven. De tijd gaat nu in. Daag er nu in!
Wow! Yes, ik kom Marie! Weg! Wow! Lopen, 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 lopen! Stop erbij! Stop! Ik heb echt alleen maar uit reactie heel veel dingen gepakt, maar ik heb helemaal niet nagedacht over wat ik nou echt nodig heb. Ik heb mijn borstel. Ik heb mijn borstel. En ik heb de pil ingenomen voor vandaag. Okay, top! Ik kan niet bezwanger worden vandaag. Nee. Tijd is 27 seconden. Marie pakt haar tas zo snel in dat ik weet, deze ga ik gewoon nooit meer winnen. Richella was sneller, Marie is sneller. Nou, dan gaat het dus tussen mij en Jane. Maar dan hoor ik dus dat Jane haar hele tas nooit ingepakt heeft. De tas was al ingepakt. Maar dat is toch vet oneerlijk? Ik heb verloren, maar wat moet ik dan doen? Ja, straf. Oh, schatje. Nou, lekker begin van de dag. Nou. Ja, weet je, we moeten er is sowieso een verliezer. Dus we moeten er eigenlijk gewoon van uitgaan dat er een straf is. Ja. Ja, maar wie is de verliezer? Ik vond het ook dan oneerlijk voor mij, want ik had geen tijd om mijn tas in te pakken. Maar jij kiest ervoor om naar een feestje te gaan voor een dag dat je moet draaien. Dat mag ik toch zelf weten? Dat mag je zelf weten, maar dat heeft consequenties. Als ik tijd had in de ochtend om mijn tas uit te pakken, had ik dat toch gedaan? Maar Jane, dat is allemaal niet ons probleem. Jij kiest ervoor om niet te slapen. Jij kiest ervoor om zonder spullen, zonder lege tas ergens klaar te staan, niet thuis. Wij hebben daar wel voor gekozen. Dat is jouw keuze geweest. Oké, nou dan heb ik verloren. Ja, Laurie vindt het oneerlijk en ik ben het echt wel met haar eens. Want ja, we gaan nu de challenge van ons leven doen. Laten we hem ook gewoon eerlijk spelen, weet je wel. Dat je echt allemaal kan zeggen van ik heb gedaan wat ik moest doen en wat mocht. Oké, okay, let's go. Roadtrip, shotgun, sowieso. Doeg! I'm so excited. And I just can't hide it. Maar ik denk dat we het nu nog leuk vinden en dat we straks weer zitten te janken met z'n allen. Ik moet wel een beetje ingekakt of zo. Och, jezus. Slapen op het crematorium. We speculeren over van alles. Misschien gaan we wel naar het buitenland. De meest leuke ideeën hebben we in ons hoofd. Maar dan bedenk ik me, het blijft Hooli Girls. Het zal vast niet zo leuk zijn als dat we hopen. Maar het is wel gezellig in de auto. En dat is ook echt voor het eerst. En er was gebeurd. Don't you wish your girlfriend was hot like me? I'ma do my thing while you're playing with your head. I wanna really, really, really wanna take a zing. We komen aan en ik zie een gezellige boerderij, denk ik. Maar wel langs een bosrand. En dat vind ik wel een beetje freaky. En de weg naast ons is onbewoond. Dus we zitten een beetje ingesloten. Hallo. Hallo. Thea. Het zal wel een spannende avond en nacht worden, denk ik. De spanning is echt om te snijden. Het ritje was superleuk. We hebben het echt zo naar ons zin gehad. En dan worden we weer met onze poten naar de grond getrokken. En dan is het kut. We moeten nu gaan beginnen. Wat gaan wij doen? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het hier spookt. Ah, oh nee. Ja, dat. Nee, 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 nee. De hele weg gaat over. Ik ben niet snel bang te krijgen. Alleen als we iets met spoken of zo gaan doen, dan gaan mensen echt een hele andere kant van mij zien. Want ik ben echt heel bang voor spoken.